Goedendag iedereen. Naar goede gewoonte bundelen wij op het einde van het jaar de reportages van de voorbije maanden. De Goed Nieuws Show. We starten al meteen met een mooie herinnering aan de tentoonstelling in Tableau, Landschap in Verandering. Helaas nu verdwenen is, ja. De molen aan de Boerentang. En die zich maar op een boogschut van deze plek bevond. Klopt helemaal. Wat er nog op het schilderij typisch is voor Jacob Smit zijn uiteraard de zandtuinen, de begroeiing, de typische arealen die hier aanwezig zijn van eikenbossen op stuifduinen. Het valt mij altijd op dat hij betrekkelijk weinig dennen, pijnbomen schildert. Komen precies niet voor in zijn werk van Smits. Ja, Smits blijft dus altijd de relatie met zijn voorgangers. Uiteraard de grote Rembrandt komt aan bod. Ook hier in dit schilderij de wisselende luchten van donker onheilspellende onweerswolken naar een open mooie blauwe hemel. En dan de stralen in het zenit van het schilderij. Hè. Dus het toopsel wordt daarmee eigenlijk in een landschappelijk aureool omkranst, zou je kunnen zeggen. Op die nachtelijke tafereelen, zoals we daarnet zeiden, Smits wandelde veel. Hij wandelde heel veel 's nachts, blootvoets vaak. En ja, wat zocht hij op? Eigenlijk een gevoeligheid in de natuur. Ja. Het wezen van de mens probeerde hij te vatten door die vele wandelingen. En dat zal hij dan proberen met veel brio in zijn schilderij terug te brengen. Ja. Het veranderende landschap, dat zij het maar heel subtiel in dat werk van Smits verschijnt, maar het is wel leesbaar. Het zit erin, hè? Ja. Zit erin. Het is onderhuids aanwezig. We zien dus die Christus eigenlijk in een eerste sablière staan. Dus de zandwinning die rond 1900 hier furoren begint te maken. Smits is daar gevoelig aan die verandering in dat landschap. Hij gaat dan ook dat doopsel van die Christus daarin laten plaatsnemen. Wat natuurlijk, ja, een bijzonder fenomeen is en opmerkelijk is hier in deze tentoonstelling dat we dat hebben kunnen achterhalen en kunnen tonen ook. En kunnen eigenlijk aan de mensen vertellen hoe dat het allemaal niet alleen in zijn geest gegaan is, maar ook in de werkelijkheid, hoe het landschap eigenlijk gedurende de tijd veranderd is. Ja. En ondanks het concept van het componeren van landschappen, zijn er toch altijd wel landschappelijke elementen die voor de mensen van de omgeving herkenbaar zijn. Het is natuurlijk ook voor gevolg gehad dat Smits dat aureool van schilder van de Kempen gekregen heeft en wat hem een beetje parten gespeeld heeft in de recente kunstgeschiedenis. Als het zeker, hè? Ja, hij wordt een klein beetje verhuisd als zijnde een heimatschilder op die manier. Het blijven boerderijtjes met een strooien dak. Maar in feite zit er veel meer diepgang in dan dat we op het eerste zicht zien. Dus je moet door het trend heen kunnen kijken. En zeker dus met hetgeen dat we hier brengen op de tentoonstelling, die voorbereidende werken, waarin dat je ziet hoe dat hij eigenlijk zijn ideeën gaat vormen, hoe dat hij diepzinnig met de omgeving speelt en werkt met het thema om tot een heel brede interpretatiemogelijkheid te komen in zijn schilderijen. Hè? Het prieeltje, de heimwee naar zijn overleden tweede vrouw, magnifiek, de maan, de omcirkeling die er rond zich situeert, dat geeft Van Gogh allures, hè, dit schilderijtje. Ja. Dus groot werk. Met de drie lichtpunten die met elkaar in conversatie gaan en die de blik van de toeschouwer eigenlijk vasthouden. We hebben gemeend, ook in samenspraak met Tableau, om toch ook een soort van link te leggen tussen Jacob Smits en de moderne tijd, tussen het landschap zoals het zich nu hier in deze onmiddellijke omgeving voordoet. En daarom hebben we gekozen voor het werk van Alexis de Stoop, een selectie van een tiental foto's uit zijn werk waarin hij de onmiddellijke omgeving van de atoomwijk als onderwerp gekozen heeft voor een
confrontatie tussen natuur enerzijds en menselijke ingreep. Felix vertelde ons dat hij zich vooral deze werken heeft gekozen omdat de kleuren zo corresponderen met het werk van Smits. Mm-hmm. Dat was vooral, daar wou we de aandacht op leggen. En die kleuren kwamen dan terug. Je hebt daar gemarkeerde bomen met die rode kruisen. Dat vond hij ook in het werk van Smits terug. En zo is de link eigenlijk naar de hedendaagse site van de atoomsite, zoals we in Mol in de volksmond zeggen, gelegd of gebracht. De naam Congovaart verwijst naar een van de eerste beheerders, uitvoerders van de zandwinning in Mol rond 1870. Een zekere Tagnier die voor Leopold II in Congo gewerkt had. En op die manier is de bevolking, de plaatselijke bevolking ook bij die naam Congovaart uitgekomen waarschijnlijk. Dus ook Smits noemde zijn etsje daar, de Congo-vlakte. Ja, dus hij kende die benaming ook al. Die kende dat en mm-hmm. Zo hangt alles toch mooi aan elkaar. Na vele jaren van overleg en voorbereiding hebben we een nieuwe handelaarsvereniging voor het centrum, Winkelen in Mol. We zijn vandaag blij met de opening van de nieuwe vereniging. Maar wat is het grote verschil tussen deze en de vorige? De vorige was een beetje een doodsterven eigenlijk. Het bestuur was een beetje uit elkaar gevallen. Dat was niet echt meer het bestuur. De vorige vereniging heeft verschillende jaren bestaan uit twee mensen. Ikzelf en Niels Daniels. En wij hebben geprobeerd die handelaarsvereniging recht te houden, zo goed en zo kwaad als dat kon. Maar we vonden geen nieuwe mensen die zich wouden engageren en zo verder. En dat is eigenlijk de reden waarom we een nieuw verhaal wouden schrijven. Van nul te beginnen met een nieuwe vereniging. En dat is dus eigenlijk begonnen met de organisatie van de eerste ontbijtvergaderingen. Die ontbijtvergaderingen zijn ontstaan in, ik denk, 7-8 jaar geleden ongeveer. En de groep daar rond is steeds gegroeid. En voelde zich meer en meer geëngageerd om toch iets meer te doen voor Mol als aan de kant te blijven staan. En uit die ontbijtvergaderingen, waar ondertussen 20, 25 mensen maandelijks aan deelnemen, uit die ontbijtvergaderingen is dus eigenlijk nieuwe bestuur ontstaan. Dus het was gewoon een kwestie van mensen te vinden die zich opnieuw wouden engageren om van Mol terug mooi Mol te maken. Op het gebied van lokale economie dan vooral. En wat is op het ogenblik de bijdrage die je verwacht van de gemeente? Ik moet zeggen dat we van de gemeente eigenlijk bijzonder veel steun gekregen hebben in het oprichten van de nieuwe VZW nu. We hebben dat volledig in samenwerking met de gemeente gedaan. In het bijzonder dan schepen van lokale economie en de schepen van toerisme. Maar ook het voltallige gemeentebestuur heeft erin bijgedragen om de promobijdrage goed te keuren. En ons op die manier eigenlijk van verse middelen te voorzien. Vroeger hadden wij het lidgeld van de handelaarsvereniging. Dat lidgeld valt weg. En de handelaars gaan nu een bijdrage betalen aan de gemeente. En de gemeente gaat dat geld in principe naar de handelaarsvereniging overhevelen. Om dus de nieuwe vereniging van middelen te voorzien. Om de evenementen die jaarlijks op programma staan te kunnen organiseren. De aardbevingen in Turkije en Syrië deden ook Mol schrikken. Daarom wordt er zoveel mogelijk gewerkt om te helpen in nood. De afgelopen weken vergaderden vertegenwoordigers van Bif en Sar van de moskee van Ginderbuiten, Aya Sofia van de moskee in de Borgerhoutse Dijk, Atekwa van de moskee in de Bergstraat en de Belgisch-Noord-Caucasische vereniging Binkaf meermaals met het gemeentebestuur. Samen bekeken ze de mogelijkheden voor een gezamenlijke steunactie. Dit buffet is hiervan het mooie resultaat. Turkse en Syrische gemeenschappen uit onze gemeente koken samen een heerlijk buffet bij elkaar met Turkse, Oosterse en andere specialiteiten. De opbrengst gaat volledig naar de door zware aardbevingen getroffen regio's. Dit is het
vandaag een speciale dag? Ja, absoluut. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben wij ons samen met de mensen van Turkije en Syrië geschaard achter het initiatief om een eetdag te organiseren. Nu, vandaag zijn we de eerste shift al voorbij. We zijn nu aan de tweede shift toe. Hebt u zicht op de zaak? Ja, als iedereen komt die ingeschreven is, gaan er toch over heel de dag genomen een 800-tal mensen gegeten hebben, heel lekker gegeten hebben. Dan zal er wel iets overschieten voor de Syriërs en de Turken. Dat is absoluut de bedoeling. En het is aan democratische prijzen gebleven, dus we hopen echt wel dat er een serieuze opbrengst gaat zijn. En naast het financiële, zijn er nog andere activiteiten? Op deze moment doen ze vanuit de Turkse en de Syrische gemeenschap zelf nog altijd wel financiële inzamelingen vanuit Minmol. Zijn er goederen naar daar gestuurd, maar op dit moment zijn de eerste zorgen echt al wel gebeurd en is er meer nood aan financiële steun om daar ter plaatse alle hulp en goederen goed te kunnen verdelen. De molen in Ezaart is dit jaar grondig gerenoveerd. Zetten alles op een rij. Van de 7 windmolens die Mol ooit had, is de windzeiler van Ezaart de enige nog werkende windmolen in Mol. Voor de oude knaap met ruim 165 jaar dienst ziet onze molen er nog goed uit. Maar het was ooit erger gesteld. Na de grote stormschade van 1957 stond de molen te koop voor afbraak. Gelukkig kwam de redding en werd hij grondig gerestaureerd. Weer en wind trotserend moet ook onze molen op tijd en stond onderhouden worden. Dit groot onderhoud gebeurt nu in twee fasen. Tijdens de eerste fase komt alle binnenwerk aan de beurt. Die fase is reeds afgewerkt en nu wordt de tweede fase aangepakt, de buitenkant. De restauratie van de wieken behoort bij deze fase. Vandaag worden de metalen roeden, de ruggengraat van de wieken zeg maar, weggenomen. Na een grondige onderhoudsbeurt worden ze weer teruggeplaatst. De kegelvormige romp van de molen wordt nog bijgewerkt en geschilderd. Met deze renovatiewerken wordt de duurzaamheid gegarandeerd. Bijna 4 maanden geleden demonteerde molenbouw Adriaans uit de Nederlandse Weert de wieken van de molen om ze te restaureren in hun atelier. De doorgeroeste roeden zijn vervangen en hersteld en kregen een nieuwe laag roestwerende verf. Vandaag worden de wieken met een speciaal transport naar de molen gebracht en met een kraan terug op in plaats gezet. Het ophekken en uitbalanceren van de wieken en het terugplaatsen van de zeilen komt nu aan de beurt. Tijdens de herstelling van de roede kreeg de molenromp ook een grondige restauratie. De kap kreeg hanggoten zodat het water via buizen naar omlaag geleid wordt. Dit moet het water zoveel mogelijk van de molenromp weghouden. De wieken van de molen staan nu in een kruis.
Als de molen gerepareerd moet worden, dan kan deze een tijd niet werken. De molenaar zet dan de wieken van de molen in een kruis. De mensen uit de omgeving weten dan dat de molen voor langere tijd niet werkt. Met zijn grijze kap, zijn lange staart en vier grote wieken hoog in de lucht, die zwieren en zwaaien in volle vlucht. Aan een koorde hangt een zak die langzaam gaat naar boven en de molenaar wil bestoven, fluit een deuntje op zijn gemak. Hij fluit een deuntje blij van zin en trekt een zak het venster in. De wielen draaien en gieren. De stenen knarsen en ronken waar tussen het graan is gezonken. S'morgens was het graan geheel, s'avonds is het stuivend meel. Zo God het niet meer waaien liet, dan had de molenaar groot verdriet. De man zou niet weten wat beginnen, hij moet met de wind zijn broodje winnen. Het materiaal dat hier buiten komt, ik zie hier een huisje staan achteraan, wat gebeurt daar dan? Een bekkershuisje, een kerelshuisje, daar wordt alle soorten brood eigenlijk gebakken. En zowel pizza's als koeken, als worstenbroodjes, als ovenschotels, allerlei eigenlijk. En er worden ook cursussen gegeven naar gelang de periode van het jaar. Dit is erfgoed en daar denk ik dat we echt moeten blijven voor gaan om zo'n mooie idyllische plekjes zoals Amol er toch wel een aantal bezit om die te behouden. Op de hei komt een nieuwe school. Begin 2024 moeten de werken starten. We zijn benieuwd naar de plannen. Als alles verloopt zoals gepland, starten dit najaar de bouwwerken voor de realisatie van een volledig nieuw schoolgebouw voor het schooltje van de Hei. We gaan zorgen voor een volwaardige school in Geugt-Eijdenhuizen. Waarom doen we dat? In het begin van de legislatuur, dus in 2019, werden we, wat al heel wat jaren zo is, geconfronteerd met het feit dat in Eijdenhuizen alleen een kleuterafdeling was in de school. En dat we merkten dat veel mensen ofwel daarom niet kozen voor die school, ofwel moesten we ook in de hoofdschool Ezaart was het toen, moest er in Ezaart ook altijd plaats gehouden worden voor die kleuters die dan eventueel wel of niet zouden komen. Dus dat was wel ook heel best wel ingewikkeld voor het lokaal bestuur om daar zich op te organiseren. En een derde heel belangrijke reden was vooral ook dat we vinden dat elk gehucht eigenlijk wel een school behoeft. De toekomstige school bestaat uit 2 graadsklassen voor de kleuters en 3 graadsklassen voor het lager onderwijs. Tijdens de bouwwerken verhuizen alle leerlingen naar een tijdelijke school, modulair opgebouwd met containerklassen, achter de nabijgelegen zaal Spellenburg. Woensdagavond 29 maart werden alle ouders en de buurtbewoners in primeur geïnformeerd over de plannen. Anne Belmans van het architectenbureau AAT verduidelijkt in woord en beeld hoe de nieuwe school er zal uitzien. Dan gaan we nog even door het gebouw wandelen. Dus hier de toegang overdekt. Zicht naar de speelplaats, zicht naar de polyvalente refter, polyvalente ruimte, podiumelement,
de mobiele wand die opengezet kan worden of dichtgezet kan worden voor apart gebruik van de ruimtes, de trap naar de verdieping en hier de speelruimte, de mooie kastanjeboom, overdekte speelplaats, zicht op de sporthal. Zicht op de buitenklas en de klassen van de lagere school op de verdieping en kleuterklassen op de begaande grond. De buitentrap rechtstreeks naar de buitenklas. Dus de buitenklas. En de speelgang of werkgang tussen de lokalen. Het hoofddoel van de vergadering vanavond was eigenlijk om de ouders te informeren en ook de buurtbewoners van de school Heidehuizen, omdat we als lokaal bestuur beslist hebben om een nieuwbouwschool te bouwen in de plaats van het schooltje van de Heidehuizen. En wat is er nu specifiek aan deze bouw? Dus het schooltje van de Hei dat tot nu toe alleen maar kleuters kon herbergen. Dat we gaan voor een volledige lagere school. Dus basisaanbod zijn de kleuteronderwijs en lagere school. Zodat kinderen op de Heidehuizen hun volledige schoolloopbaan van kleuter tot zesde leerjaar kunnen voldoen op de Heidehuizen. Dat is het plan. En het bouwschema en de tijdslijn die daarin ligt, is die haalbaar? Daar gaan we vanuit. Ja, die is zeker haalbaar. We plannen dat we in de nieuwbouw de leerlingen kunnen ontvangen en de kleuters in september 2025. Mol liet een lijnbus volledig weppen. De bus maakt 7 dagen op 7 elk uur de verbinding tussen het centrum en de toeristische hotspots in Mol, zoals Sunparks, het Zilvermeer en Europarks. Vandaag wordt de gerapte lijnbus voorgesteld op de parking van Sunparks. Om ons handelscentrum te promoten bij verblijfstoeristen liet het gemeentebestuur een lijnbus volledig rappen. Deze bus maakt 7 dagen op 7 elk uur de verbinding tussen het centrum en onze toeristische hotspots Sunparks, het Zilvermeer en Europarks. En op dat gebied hopen we natuurlijk om nog meer toeristen naar het handelscentrum te krijgen, zodat de economische return naar onze handelaars toeneemt en dat wij een heel attractief handelscentrum zullen blijven hebben de volgende jaren. Want het is echt wel een grote uitdaging om het handelscentrum attractief te houden. Met de slagzin busje hoppen, lekker shoppen, spreken we alvast onze noorderburen aan en verwijzen we naar de hoppingpunten van de Vlaamse overheid. Ja, we staan hier op... eigenlijk in het midden van onze 3 grote parken die samen ongeveer 800.000 toeristische overnachtingen per jaar genereren. Dat is heel ferm. We zijn de mensen van het Zilvermeer en van Europarks en van Sunparks uiteraard heel dankbaar dat zij al die toeristen ook mee naar hier gaan brengen. Maar we willen die natuurlijk ook laten genieten van ons shoppingcentrum. Daarom dat dit een heel mooi initiatief is. Het had nog mooier geweest mocht er een stralend zomerzonnetje boven staan. Maar we zullen ervoor zorgen vanuit een dienst toerisme dat we daar tegen de zomer zeker voor zorgen dat die zon ook van de partij zal zijn. En dan hoop ik dat deze bus nog meer dan vandaag heel wat mensen kan in vervoering brengen richting ons handelscentrum. Vooraleer de bus via Sluis en Ginderbuiten naar het centrum rijdt, passeert ze langs of vlakbij de camping van het Zilvermeer en onze vakantieparken Sunparks en Europarks. De bushalte tegenover de parking van het ecocentrum is voor al deze verblijfsgasten te voet eenvoudig bereikbaar. In Sluis zijn de werken aan het Jacob Smits Museum volop bezig. Tijd om polshoogte te nemen. Terwijl in tableau Jacob Smits in zijn werken levendig aanwezig blijft voor het publiek, wordt er ijverig gewerkt in Molsluis. Wij zijn benieuwd wat er ondertussen in Sluis gebeurt. Daar zitten ze ook niet stil. De overbodige muren en de oude bepleistering zijn vakkundig verwijderd. Dat maakt dat de afbraakwerken achter druk zijn en de vernieuwingen aanvatten.
In de vroegere conciergewoning wordt het plafond vervangen en de doorgang voor een nieuwe trap voorbereid. Ondertussen is de lente aangebroken en kunnen buiten de asbestleien vervangen worden door goede isolatie en een nieuw dak. Zo te zien zal Jacob nog even geduld moeten hebben om in alle glorie terug thuis te komen. We hebben in Mol allerlei wandelpaden en fietsroutes. Maar een fietsroute Wilfried Peters hadden we nog niet. Nu dus wel. Het wielercafé Het Smetje loopt vol voor de voorstelling van de Wilfried Peters fietsroute. De leden van het gemeentebestuur, oud-collega's, supporters, wielerfans, ze zijn allemaal present. Welkom meneer Peters, de hoofdgast van vandaag. We zijn hier samen in het gezellige wielercafé Het Smetje in Molsluis voor de officiële opening van de Wilfried Peters fietsroute. En ik ben blij, ik ben heel blij. Schepen Hans de Groof herinnert ons aan de gevulde wielercarrière van de Fitte. Dit is een hoogdag voor een sportieve schepen voor sport. Ondertussen genieten we van de fotomontage die ons herinnert aan de wapenfeiten van Wilfried Peters. Een fervent koersfanaat en uiteraard ook een van onze grootste toeristische ambassadeurs van onze gemeente. Die had wel een paar goede ideeën om het traject uit te stippelen. Dus ik met deze vraag opnieuw naar de toeristische dienst. En gelukkig zagen ze deze keer wel zitten om hun schouders daaronder te zetten. En ook toerisme provincie Antwerpen wilde deze keer wel meegaan. En nu staan we hier om een van onze lokale wielerhelden te eren. Met een eigen fietsroute. Het is een toeristisch-recreatieve fietsroute, maar Jos Dams gaat jullie daar zelfs alles over vertellen. Dus we zitten vandaag op de route van 77 kilometer hier rond Smetje. Je kunt op elk punt kunt jij de route starten. Van elk park, of het Postel, of van SAS 7, waar je een auto maar kunt parkeren, dan vertrek jij. Onder andere de parking van Zilvermeer. Ik denk niet dat er buiten Stunparks misschien nog een grotere parking in Mol is. Dus overal kunt je starten. Jos Daams kent de koers en de coureurs als geen ander. Maar hij weet ook de mooiste plekjes in Mol uit te kiezen. En dan waant je uw rempel als we richting Blauwekei rijden. Je zou denken, is dat nu hier Zweden of is dat hier Finland? Zo mooi is het daar. En als je straks gaat fietsen, stop daar eens, neemt eens een foto. Ook die wielrenners, je zult het nog nooit of zelden gezien hebben, tenzij je ooit de Ronde van Zweden gereden hebt. Dan kunnen dat daar zien. Dat was het dan. Geniet ervan. Ik ben niet alleen fier, maar ook trots dat ik mijn eigen fietsroute heb. Niet alleen fier, maar ook tevreden omdat ik ook in Mol mag wonen. Ik denk, Mol heeft veel meer te bieden dan veel mensen weten. Niet alleen qua fietstoerisme, ook qua campings, centerparks. Ik denk dat we dankzij deze route heel veel kunnen laten zien wat eigenlijk Mol betekent. Ik denk qua fietstoerisme dat het een van de mooiste bestemmingen is om op een rustige manier toch onze locaties en onze abonnementen allemaal kunnen laten bekijken. We'll be right back.
stoomtram in Mol. Inderdaad, dat hebben we gehad, een groene stoomtram en een gele diesel. Nu hebben we alleen maar de herinnering. In de 18e eeuw was er geen wegennet in de Kempen. Uiteengereden karresporen en geen straatverlichting. Gewoon erbarmelijk. Uiteindelijk werden er hoofdwegen aangelegd met kasseistenen. En op het einde van de eeuw kwam de ontsluiting van het platteland. Dankzij de oprichting van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. De buurtspoorwegen worden de verbinding van de reeds aangelegde spoorwegen. De landelijke economie en de bevoorrading naar de steden en de fabrieken wordt hierdoor bevorderd. Het kleine broertje van de trein was snel ingeburgerd en reed van Turnhout tot Zichem en omgekeerd. Dankzij de tussenkomst van Baron de Brockeville stond Mol centraal op de kaart. De eerste tram werd getrokken door een groene stoomlocomotief. Vanaf 1935 werden de stoomtrams vervangen door mazoettrams. De tramtickets kocht men in de cafés die langs het spoor gelegen waren. De rode vlag werd uitgehangen als er zich reizigers in het café bevonden. Zo wist de machinist dat hij even moest stoppen. In 1970 was de rol van de tram uitgespeeld, verdrongen door de auto, de bus, de vrachtwagen. Met de jaarlijkse erfgoeddag waren we dit jaar te gast in Tableau. De erfgoeddag staat dit jaar in het teken van dieren. En dieren waren er veel, vooral schapen. Jacob Smits woont nog steeds in Tableau met zijn werken in verband met de verandering in het landschap. Schapen en landschap, je kan het niet beter bedenken. Dus iedereen daarop af. Smits heeft dat verplaatst naar de Kempen, zoals je ziet. Met een campusboerderijtje, een ossenspan, een boer die aan het werk is, want het werk moet blijven doorgaan. Een campusven waarin Christus gedoopt wordt en een aantal campusse mensen, vooral vrouwen, zo lijkt het, die het tafereel gadeslaan. Met behulp van archeologische vondsten is een historisch landschap samengesteld en wordt het voor ons duidelijk hoe het landschap hier was in vroegere tijden. Sporen van teruggevonden, we weten dat er zo van die vierkantige veldjes waren, raadakkers, met ijzertijdboerderijen. Er waren nog geen dennenbomen, er was heel veel loofbos. En had de koning in de 19e en 20e eeuw beslist om in plaats van bomen te planten in Postel, van landbouw te gaan doen, dan hadden we vandaag die grafheuvels niet gehad, want dan had dat allemaal weg geweest. Onze welzijnszitte ten hove bestaat dit jaar reeds 10 jaar. Zo snel gaat de tijd. Samen creëren we een centrum met een hart. Zo mag het nog 100 jaar blijven duren voor mijn part. De bewoners en bezoekers, jullie zorgen voor het plezier. En dat voelen wij dan hier, aan ons hart. Laat ons samen toosten. Wij allen zijn vandaag het cadeautje met een gouden lint. Want het is het dienstencentrum dat ons met elkaar verbindt. Dat we nog veel mogen vieren.
en onze dagen met een gouden randje kunnen versieren. Tjing! Vanuit het gemeentebestuur ben ik ook heel blij van te zien dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn. 10 jaar geleden heeft het gemeentebestuur ervoor gezorgd dat de stenen konden gelegd worden, waar wij nog altijd heel fier op zijn. Met stenen alleen komen we natuurlijk nergens. En ik vond het zo mooi hoe Bo het aan de medewerkers allemaal verwoord heeft. Vandaag zijn jullie allemaal een heel klein stukje goud. Iedereen heeft zo wel ergens iets goud aan, maar heel veel kleine stukjes goud maken een mooie goudklomp die ontzettend veel waard is. En ik denk dat we het daar vandaag even mogen over hebben. En eigenlijk moet ik al naar 2007 teruggaan, toen we de allerbeste beslissing genomen hebben om het oude rusthuis af te breken, daarachter een nieuwe te zetten, waardoor dat hier de ruimte vrijgekomen is om een heel goed project, een echte site voor de Molse senior te maken. Heel veel serviceflats, lokaal dienstencentrum, de diensten, dienstsenioren plus. Een werk van heel veel mensen. Ik ga ze allemaal niet gaan opnoemen, maar jaren hebben heel veel mensen daaraan gewerkt. Dus ik zou zeggen, geniet er nu nog enorm van, ook naar de toekomst toe. En ik zou zeggen, voor iedereen, dat is gewoon heel fijn. Nog eens een heel dik applaus en nog een heel fijn weekend allemaal. Dank u wel. De legende wil dat Sint Odrada een lindentak plantte in Millegem. Voor de nieuwe kerk is per ongeluk een mooie plaats vrijgekomen om een nieuwe linde neer te zetten. De immense cederboom die in 2022 tijdens een storm omwaaide, werd vervangen door een kleinbladige lindeboom. Een tentoonstelling en bijhorende inhuldiging eren deze nieuwe boom en geven hem vast de nodige kracht om lang stevig op het Lindeplein te blijven staan. We staan maar tiental meters van de plaats waar de bron was. En daar hoort toch die lindeboom. Want volgens de legende heeft Odrada die lindentak geplant waarmee ze dat wild paard getemd had, waarmee ze dan naar Millegem is komen rijden op Bedevaart. En daarom is het nogal logisch dat die linden staan en zeker centraal inderdaad die linden. Ik ga dan ook vragen dat hij mag gezegend zijn. En dat hij hier in onze parochie een blijvende herinnering blijft van wat wij als gemeenschap voor elkaar kunnen betekenen. Heer, zegen deze linde als teken van het centrum van onze gemeenschap door Christus onze Heer. Amen.
Dit is een gedicht van de in 1895 geboren Britse dichteres en illustratrice Cicely Mary Barker, vertaald door Nanny Kuiper. De Linde. Bijen, bijen, kom naar mijn bloemen. Bijen, kom dan, ik hoor jullie zoemen. Het wordt weer een feestdag, daar zal ik voor zorgen. Ik heb al mijn schatten zorgvuldig verborgen. Maar jullie zijn vrij om mijn parels te pakken. Mijn geurige bloesem hangt zwaar aan de takken. Kom, vlieg naar me toe, want mijn bloemen zijn geel. En neem van mijn honing, ik heb nog zoveel. Plezier om eigenlijk deze, ja, zoals de voorzitter van de Kamer van Heemkunde het noemde, hij noemde het een grap. Ik vind het eigenlijk een goed benutte opportuniteit om hier die tentoonstellingen te mogen openen, om te kijken eigenlijk wat er uit zo'n toeval eigenlijk, want het feit dat een andere boom omgewaaid is, hebben wij gewoon, heeft de Kamer van Heemkunde met ondersteuning van het gemeentebestuur gezien als een kans. Dan gaat u zien dat het ook een verhaal is van één niet opgeven en twee van uw kansen te benutten. En ik denk dat dat is wat er hier vandaag gebeurd is. En ik mag eigenlijk ook hopen, zoals meneer Pastoor gezegd heeft, dat die lindeboom er ook voor gaat zorgen, dat de mensen van Billegem en daarbuiten ook, als ze passeren, dus aan dat verhaal denken en ook denken van, als er is iets toevallig gebeurd, of als er zich eens een kans of een tegenslag op uw pad komt, dan denk ik dat je dat verhaal niet mocht laten uit het lood slagen. Dat je eens moet nadenken wat dat kan opleveren voor resultaat. Alle Molse markten op één zondag en op één plaats, dat is pas feesten. Op 14 mei staat Molcentrum weer in het teken van de Molse metten. Na 2 jaar afwezigheid door de coronabeperking wordt het centrum opnieuw omgetoverd tot een paradijs voor liefhebbers van markten. Tussen 8 en 17 uur kun je kuieren over liefst 7 aaneensluitende markten. Ook de plaatselijke handelaars en horecazaken zetten hun deuren open. Dankzij het mooie weer lokken de Molse metten veel volk naar het centrum. Tussen 7 en 13 uur is er de boeren- en dierenmarkt. Daarnaast zijn er nog verschillende andere markten, zoals een automarkt, een rommelmarkt en een verenigingenmarkt met animatie voor de kinderen. Verder is er voor ieder voldoende keuze op de bloemen- en plantenmarkt en de gewone marktkramers. Thank you.
Een jaarlijks hoogtepunt is de markt aan de Abdij. We vinden er alle streekproducten van zowaar gans Vlaanderen. Dat is tomaat, wat zie ik? Ateliercomité. Wat zou dat betekenen? We komen het zo dadelijk te weten. Vanaf vandaag staan de cliënten van Den Brand en tal van vrijwilligers aan het roer van het cultuurcafé Ateliercomité Het Getouw. Met veel enthousiasme zullen ze je elke dinsdag en woensdag tussen 9:30 en 15:30 verwelkomen. Je geniet ervan de zelfgemaakte kunstwerken, terwijl je wordt verwend met een koffietje, lekker geurend gebak, verse dagsoep, een glaasje fris. Het wordt vandaag een hele mooie dag. Of eigenlijk, het is al een mooie dag. Want de stoelen en de tafels hebben jullie allemaal klaargezet. Alles is mooi proper geveegd. Straks komt de koffie voorbij, de drank staat koud, jullie hebben soep gekookt en taart gebakken. Mannen, ik denk echt wel dat jullie er klaar voor zijn. Want onze cliënten kunnen hier een totaal nieuwe, toffe dagbesteding ontdekken. Want de meesten komen nu al naar het atelier, waar ze knutselen of bakken of naar de markt gaan of naar de tekenacademie, leuke daguitstappen maken, wenskaarten maken, klein hout bewerken, noem maar op. Het aanbod is heel ruim. En hier in het café, in het cultuurcafé, wordt het weer helemaal iets anders. Ze zijn zeer benieuwd om te starten. Met dit cultuurcafé zullen onze cliënten ook zonder twijfel meer zelfvertrouwen krijgen. Beseffen dat men dit allemaal kan. Beseffen dat ze zelf ook bijdragen ten dienste staan van de gemeenschap in plaats van dat er altijd voor hen gezorgd moet worden. We waren nog op zoek naar een plek waar we ook het café konden uitbaten. Heel laagdrempelig en vooral heel inclusief en samen met een groep vrijwilligers en medewerkers van Den Brand is het geworden, waar we heel blij voor zijn dat we hier een plek geven aan de mensen van Den Brand om hier inderdaad, zoals Jo zo mooi zegt, inclusief al hun talenten te kunnen tonen en te kunnen tonen wat dat ze waard zijn. Want dat is heel, heel veel. Denk maar aan die mooie kunstwerken die hier aan de muur hangen. Want er zijn een aantal mensen hier die kunstwerken gemaakt hebben. Ik zou zeggen, een daverend applaus voor hun. Dank.
Het is al lang geleden dat we nog een mol in scène gezien hebben. Corona heeft er ook wel mee te maken. We hebben lang genoeg gewacht, hij komt eraan. Mollenscène 1 en 2 speelden zich vooral af in ons centrum van onze gemeente, waar we natuurlijk ook heel wat troeven hadden. Maar we moeten denk ik toegeven dat het provinciaal domein Zilvermeer een van de mooiste troeven van onze gemeente is, waar we wijs en zijd voor bekend staan, waar zelfs liedjes over gemaakt worden door de beste Belgische artiesten. Ja, dat we uiteraard wel al een tijdje aan het broeien waren op het idee van zo in samenwerking met de provincie eigenlijk niet het prachtige domein van het Zilvermeer een stukje kunnen gaan gebruiken om dat massaspectakel gaan laten plaatsvinden. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de provincie, met het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, om als gemeente Mol, als organisatie en als trekker, dus zoals de burgemeester al zei, het massaspectakel, het derde Mol in scène te gaan organiseren. Wat staat er nog op de planning? We zoeken natuurlijk nog een artistieke, creatieve duizendpoot die dat massaspectakel hier kan organiseren. Dus dat gaan we nog binnenkort toewijzen aan een creatieve organisator. Maar ondertussen zijn we heel blij dat dit alvast vast ligt. Dus we zijn trots dat we dat ook mee kunnen ondersteunen. Zij het dan logistiek, zij het met aanbieden van deze prachtige locatie. Daar zijn we het over eens. Het is zo dat het Zilvermeer ook wel samen met de andere accommodaties die hier zijn in Mol, ik denk garant staat voor zowat de helft van de toeristische overnachtingen. Dus ik denk dat we wel wat in het aanbod hebben hier. En ook wat een Mol in scène betreft, we moeten maar eens alleen hier al rondkijken. Er zijn heel wat locaties op het domein waar je terecht zou kunnen en waar je al die grote aantallen bezoekers heel makkelijk kan een plaats bieden. En ook zeker en vast kunnen ondersteunen wat horeca betreft. Dus ik denk dat we de ideale locatie zijn hier om dat mee te gaan organiseren. Wat vind je van het idee om dit spektakel hier op het Zilvermeer te organiseren? Ja, als gedeputeerde voor toerisme ben ik gewoon heel trots en heel blij dat we hier als provincie mogen aan meewerken. En dat de gemeente Mol voor hun derde Mol in scène heeft gekozen voor dit prachtige domein Zilvermeer. Want ik denk dat we met de accommodatie alles te bieden heeft wat dat zo'n massaspectakel nodig heeft. Maar dan moet de oriëntatie misschien ook een beetje naar het water toe. Ja, dat hopen wij. Het Zilvermeer bestaat natuurlijk uit verschillende vijvers. Zowel een zwemvijver als een watersportvijver. En het zou mij logisch lijken, maar we zijn even benieuwd als jullie wat ze als gemeente gaan organiseren. Maar dat ze ook het water bij betrekken. Vorig jaar was het een groot succes, dus doen we het dit jaar nog eens over. Alle hondjes mogen in het open zwembad Vita den Uyt komen zwemmen en genieten. We zijn aan de laatste reportage gekomen. Ter gelegenheid van Open Bedrijvendag kregen we een volledige rondleiding in de welzijnssite ten Hove. Ik ben Marina, ik ben dus hoofdverpleegkundige van de Groene Oase. We bevinden ons hier in het restaurant. Op weekbasis worden hier 1430 maaltijden bereid. Dat komt neer op 74.000 gevulde magen per jaar. We bereiden 8.500 kilogram aardappelen. We bakken of koken ze of reserveren ze in puree of pommes duchesques.
De menu soep, hoofdschotel en dessert kost 10 euro. Alleen de hoofdschotel en dessert kost 8 euro. Hier is het lokaaltje van DigiWeten. Hier kan je gratis computer met internet en gratis begeleiding. Eenvoudige computerlessen of als je problemen hebt met je computer, dan kan je hier altijd terecht. Je kan hier door de week ook terecht voor een gratis gezondheidsconsult. Dan zit hier een diëtiste en een verpleegkundige en die meten je bloeddruk, je pols. Uw gewicht wordt dan gecontroleerd en als je vragen hebt over je voeding of je wilt iets afvallen, dat kan je bij deze dames altijd terecht. Dan wandelen we even door. Hier in het lokaaltje bevindt zich onze personeelsdienst. 800 medewerkers op heel veel verschillende plaatsen. Je zult er waarschijnlijk wel een deel van kennen. Ik word een bevolkingsdienst of een bibliotheek. Maar we hebben hier mensen die als gemeentelijk gebouwen onderhouden. We hebben natuurlijk een financiële dienst, personeelsdienst. Dus dat is heel breed, een buitenschoolse kinderopvang. Dus we hebben een gigantisch aanbod van diensten en natuurlijk ook wel heel wat vacatures. Als we 800 man hebben, dan valt er al wel eens een vacature. Dan wandelen wij naar hier. Hier is een standje van onze Senioren Plus. Er zijn verschillende werkgroepen. In zaal 1 en 2 zijn ook maandelijks activiteiten. Hiernaast gaat je dat eens zien. Daar is een bord waaruit hangt wanneer er wat te doen is. Rechts bevindt zich het kapsalon. Die is zowel beschikbaar of bereikbaar voor de bewoners van het woonzorgcentrum als de bewoners van de serviceflats. Hier aan de balie hebben we molkenpis staan. Gelijk als dat wij in Brussel mannekenpis hebben, hebben wij hier molkenpis. De attributen die rond molkenpis staan, dat zijn de attributen die seizoensgebonden zijn. Hè? Ja. Dus hij heeft nu, zullen we zeggen, een zonneparapluke in plaats van een regenparapluke. Hier komen we in het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum, hier verblijven 132 bewoners, waarvan 4 bewoners in kort verblijf. Hier bevinden wij ons op de Rode Avondgloed. Dit is de balie van de Rode Avondgloed. En elke afdeling is een beetje getypeerd aan de kleur. Loop maar even mee, hè. Goedemorgen allemaal. Dus de leefruimte wordt vooral gebruikt om activiteiten te doen met onze bewoners. In de eetruimte bevinden zich de bewoners die komen eten, hebben een eigen plaats aan tafel. En hier zijn ze ook een activiteit aan het doen met de tovertafel. Dit is voor u, hè, hoor. Kijk eens aan. Dus hier in dit afdelingskeukentje worden vooral de broodmaaltijden voor het ontbijt en het avondmaal bereid. Op donderdag bakken wij 's middags frietjes en 's morgens is het meestal een eiergerecht. Gekookte eitjes, omeletten, wentelteefjes. Op maandag bij het ontbijt wordt er meestal spek gebakken of gebakken boterhamworst. Dat wordt hier allemaal in het keukentje bereid. Op elke afdeling bevindt zich dus ook een ontspanningsruimte waar de mensen een kleinere activiteit kunnen doen. Hier zijn ze dus aan het rummikuppen. Op de Groene Oase is deze ruimte ook ingericht als keukentje, waar dat ze op vrijdag voormiddag met de bewoners een maaltijd bereiden, die ze dan 's middags ook zelf met de bewoners opeten. Dus de tweede andere badkamer is een beetje het spiegelbeeld van deze badkamer. Hè. Dus een hoog-laag bad. Dat bad kan je omhoog en omlaag zetten. Dus dat voor onze mensen heel handig is. Mensen gaan op een badstoel zitten, worden boven het bad gereden en worden dan in het bad gedompeld. Zwaarbehoevende bewoners die gaan bij ons ook in bad. Die worden dan met de tillift en een tildoek in bad gelaten, zodat ze een beetje relaxerend het bad kunnen nemen. De plafondlift die kan ik in alle hoeken van de kamer nodig hebben. Dus ik kan die helemaal tot ginder rijden. Ik kan die ook tot daar rijden en ik kan die ook helemaal tot hier rijden. Dus ik kan eigenlijk met mijn bewoner
in alle hoeken van de kamer. Hè. Hier zie je een douchestoel. Als de bewoners een beetje schrik hebben om in een tildoek, dan worden ze op de douchestoel gezet en worden ze in het hoekje goed afgesprits. Gelijk als je thuis onder de douche gaat, maar nu op de stoel. Andere bewoners, de zwaarbehoevende bewoners, worden eerst uit- en omgekleed op de badbrancard en dan via de tildoek in bad gedaan. Dus dit is een eenpersoonskamer. Alle kamers zijn ook hetzelfde. Alle kamers zijn van dezelfde grootte, behalve het koppelkamer of het appartementje hier op de afdelingen. Ja, die zijn natuurlijk iets groter, daar moeten twee bedden op en twee relaxzetels. Hè. Standaard op de kamer is het bed, nachtkastje, tafelstoel en een relax. Dat staat er standaard op de kamer. Een relax mogen ze van thuis meebrengen. Dan wordt de relax van het huis weggenomen. Voor de rest mogen zij ook spulletjes tegen de muur hangen of een extra kastje meenemen, een klein dressoirke, om wat spulletjes in te steken of op te zetten. Maar natuurlijk... vragen wij ook aan de familie om de kamer niet te vol te zetten, om het nog een beetje werkbaar te maken voor de collega's. Hier links van ons hebben wij onze groentetuin. Dus wij hebben een aantal groentebakken waar dat wij met onze bewoners, die vroeger thuis tuinierden, proberen we dat hier in het woonzorgcentrum ook verder te zetten. De collega's van de animatie, ergo, die houden zich daarmee bezig en die planten ook echt wel wat. Wat je hier buiten ziet staan, zijn onze afvalcontainers. Dus wij deponeren hier onze afval. Wij moeten ook sorteren. De eerste drie bakken is voor afval. Er is een bak voor papier en er is een bak voor glas, denk ik. Dus hier bevinden wij ons in het technische gedeelte. Dus links of rechts hebben wij de wasserij met de wasmachines. Hier bevinden wij ons in het droog gedeelte. Hè. Rechts zie je al de droogkasten. Daar zijn de tafels waar ze de was plooien. De karren per bewoner, per afdeling, heeft die kar een vakje. Dus hier worden al de maaltijden 's middags bereid. Hè. Nemen de lift. Op de eerste verdieping hebben ze hier aan uw rechterkant een wasserette. Dus hier staan de wasmachines, twee wasmachines en twee droogkasten. En die werken met jetonnetjes. Een beetje verder door hebben ze hier ook een ontmoetingsruimte. Dus als een flat service flatbewoner graag een feestje geeft, dan kan dat dus inderdaad hier plaatsvinden. Hè. En dan moeten wij even naar het tweede om op een flatje te gaan kijken. Tweede verdieping. Oké. Okay. Ja. Doe maar. Ja. Wij zijn van het woonzorgcentrum en van het lokaal dienstencentrum. Ah. Wij doen mee aan Open Bedrijvendag. Ah. Ja, we hebben dus net een rondleiding gehad. Maar hier is het keukentje. Hè? Ja. En ik heb hulp, je kunt allerlei hulp krijgen. Ja, voilà. Dat is klein, hè. Bijging is... Allee, leuk u ontmoeten hebben. Hè? Dank u wel, hè. Ja. Dan gaan wij terug. Lift en trap. Tot op gelijkvloers, ja. Tot op de noem. Ja. Dus dan zijn wij terug op de begane grond, op gelijkvloers, daar waar wij gestart zijn. Ik hoop dat je een beetje wijzer bent geworden van het leven zoals het is, hè, in een woonzorgcentrum.